Op vrijdag 21 augustus jongstleden was de officiële start met een open dag van Sport BSO Nune. Sport BSO Nune kan door de samenwerking met RKSV Nune overdag gebruik maken van het sportcomplex. Kinderen kunnen zich na een lange schooldag uitleven in de buitenlucht met tal van activiteiten. Ans den Otter, eigenaar van Sport BSO Nune, legt uit wat er allemaal mogelijk is. Hoi Ans. Hallo, goedemiddag. Hoe is het idee voor de BSO Nune ontstaan? Is een paar jaar geleden ontstaan, hier in de kantine. Het bestuur zei, nou, het sportpark staat overdag wel heel erg vaak leeg. En het is jammer dat daar niet meer gebruik van gemaakt kan worden. Nou, ik zit in de kinderopvang, dus 1 plus 1 is 2. Zijn we gaan bedenken hoe kunnen we het leuker maken overdag. Misschien kinderopvang. En zo is eigenlijk het Sport BSO ontstaan. Dan kan ik me voorstellen dat je heel wat voorbereiding hebt moeten doen. Ja, het was best veel inderdaad. De kinderopvang heeft heel veel wet en regelgeving. Ik kom uit de kinderopvang, dat was een voordeel. Dus ik kan heel veel dingen van de GGD, exploitatieaanvraag. Dat had ik al gedaan met mijn vorige werkgever. Dus, maar er komt wel veel bij kijken inderdaad. Ja, en zeker omdat het sport BSO is, is het toch een andere sport dan normaal reguliere kinderopvang. En heeft de GGD er ook nog een rol in gespeeld? Jazeker, de GGD heeft daar best veel invloed op. We vragen dan een exploitatieaanvraag bij de gemeente aan. De gemeente geeft het door aan de GGD. En de GGD komt alles controleren. Of het pand veilig is voor de kinderen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ook of beleidsplannen, protocollen, alles aanwezig is over kindermishandelingen, over veiligheid en gezondheid en pedagogisch beleidsplan. Of dat de basis goed weg is gezet. En daarna komen ze nog naar, als we open zijn, na ongeveer 2 maanden kijken hoe het gaat met kinderen en of dan al aanpassingen nog nodig zijn. Je hebt een samenwerkingsverband met RKSV Nune. Hoe verloopt die? Ja, die samenwerking verloopt heel goed. Die zijn ook tot stand gekomen met RKSV Nune en de kinderopvang. Dus mijn jongens die voetbalden, mijn man die werkt er. Ze werken met alles mee. Ik mag overal van alles gebruik maken van de accommodatie. In die zin is het ook een win-win situatie, want als wij kinderen hier hebben en die komen onder voetbal. Dit gebouw ligt hier een beetje aan de andere kant van Nune. Dus wij hopen toch op dit prachtige complex toch kinderen aan het voetballen, aan het sporten te krijgen. Jij bent pedagogisch medewerker. Heb je nog andere mensen die jou assisteren en hoeveel kinderen kunnen hier terecht? Ik ben vooralsnog zelf pedagogisch medewerker als enige. Ik krijg wel een stagiair erbij. Je mag alleen van 4 tot 12 jarigen 11 kinderen hebben alleen. Maar het is zo dat ik dinsdag en donderdag al 11 kinderen heb en dat ik een behoorlijke wachtlijst al heb. Dus ik ga zeker nadenken om iemand aan te nemen, iemand van sport of bewegen, pedagogisch medewerker, om het samen mee op te zetten. En jullie doen uiteraard allerlei spelletjes. Ja. Maar ik las ook dat jullie ook het avontuur zoeken en met de kinderen ook nog andere dingen willen doen. We eisen veel van de kinderen. Ze zitten lang op school, prestatiegericht. Dus als ze uit school komen, dan willen ze los, zou ik het zo zeggen. Lekker rennen, gillen. Nou, waar anders kan dat hier niet beter dan hier op het sportveld. Het is niet alleen sport, het is niet alleen echt niet voetballen. Het is ook, we zitten hier bij de bossen, dus ik wil ook naar de bossen toe. Ze meer bijleren over natuur, over vogels, over de speurtocht in de bossen. We zitten bij de skatebaan, nou, dat vind ik best wel avontuurlijk voor de jongens. Je denkt bijvoorbeeld ook aan workshops? Ja, workshops, voetballen. Ik heb een basketbalnet opgehangen. Ik heb nu iemand van Revolution die bootcamp komt geven aan kinderen. Dus andere verenigingen, bijvoorbeeld korfbal of tennis, die zijn welkom om een keer hier een workshop te geven. En hoe leuk is dat, dat kinderen in aanraking komen met meerdere sporten en door verenigingen in Nune. Als het mooi weer is, kun je lekker naar buiten. Maar als het slecht weer is, waar kunnen de kinderen dan bivakkeren? Als het echt slecht weer is en het regent, dan kunnen we hier op deze mooie accommodatie natuurlijk onverdekt ook zitten. En dingen doen, eten, drinken, tekenen, knutselen. En we kunnen natuurlijk gebruik maken van een deel van de kantine, waar ze ook allerlei dingen kunnen doen. Ik heb daar ook spelletjes staan, PlayStation, televisie. Tot slot, de kinderen worden door jullie gehaald. Maar niet alle scholen hebben gelijke schooltijden. Hoe los je dat op? Ja, dat is inderdaad een logistiek probleem waar we wel uitkomen. Maar er moet wel flink over nagedacht worden. We hebben hier een aantal scholen. Verschillende tijden, 14:15, 14:30, 14:45. Dus ik heb een aantal vrijwilligers in mijn vriendenclub die de kinderen op gaan halen.
Nou, vandaag tussen 4 en 7 is de officiële opening. Ik wil je daar uiteraard ontzettend mee feliciteren. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel.